Welkom in de gemeente Leden. Een zandleemstreek tussen Gent, Aalst en Dendermonde. Een groen paradijs om te voet, per fiets of per paard te ontdekken. Misschien doorkruis je wel een van de 25 weilanden van Raf de Gussemee en zijn zoon Wouter. Raf is dan ook een veefokker met 270 runderen. Een passieboer met bakken ervaring. Ik ben al verschillende generaties landbouwer. Van vader op zoon en grootvader en verder. We zijn in 1978 opgestart met wit-blauw. Dan is de zoon in bedrijf gekomen. Dan zijn we stilletjes aan uitgebreid. Ik heb eigenlijk mijn zoon nooit gepusht. En ik ben daar hetzelfde zin als met mijn kleinkinderen. Dat ze hun eigen weg mogen gaan. Als jong gastje, 30 kilo geleden, reed ik ook paard. Mijn schoondochters rijden paard. En mijn kleinkinderen rijden nu met de ponies. De dieren verzorgen en met de dieren zijn. Dat is zeker mee wat ouder te worden, wat dan ik het liefst doe. Het lekkere rundvlees van Raf en Wouter dat via de lijzen op je bord geraakt, komt van het goed verzorgde en rustige Blanc Bleu Belgeras. Bij ons is het een gesloten bedrijf. Alles wordt dier geboren. Die dieren groeien met ons op en wij met de dieren. Eigenlijk behandelen wij ons dieren als dat onze kinderen zijn. De beesten moeten lopen in de weide en lopen buiten in de natuur en het gras. Maar ook vooraf te mesten krijgen ze ook nog voordroog gras. De eerste snede, zoals wij dat noemen. En dat is het beste kwaliteitsgras. En dat krijgen ze ook in de winter. En daar zitten alle vitaminen en mineralen in die ze nodig hebben. Door Belgisch rundvlees te kopen, geef je de Belgische boer een duwtje in de rug. En verklein je meteen ook je CO2-voetafdruk. Dat laatste doen Raf en Wouter ook door de evenwichtige voeding voor de dieren zelf te telen. Daarnaast volgen ze nauwgezet het lastenboek in verband met het dierenwelzijn. Hun prachtdieren komen dan ook niks tekort. Wij hebben controle ieder jaar dat de dieren proper liggen. Of dat de voeder goed is, of dat de stallen in orde zijn. Zelfs hoe dat uw tractor is. Ik vind dat maar goed. De tijd van Adam en Eva is een tijdje voorbij. Doordat we allemaal onze eigen producten kweken, zoals bieten, mais, voordroog gras, is er van afstand weinig hinder. Proeft wel of dat op een natuurlijke eigen ding gekweekt is met eigen product. En je krijgt dan een telefoontje van super, dat vlees, dat doet wel deugd. Het smaak, de sappigheid, dat is ongelooflijk lekker. Mijn lievelingsgerecht is côte à l'os met champignonsaus, met kroketjes of met frietjes. Juist toegeschroeid, een keer gekeerd en genoeg. Dat kan mij smaken. Een Blanc Bleu Belge, bleu dus vooraf. Het rundvlees van Delhaize Selection voldoet volledig aan een aantal zeer strenge criteria. Bovendien draagt het trots het Bel Beef label. 100% Belgisch en goed voor iedereen. Lees er meer over op delhaize.be.